Ik begin met badje vaak meteen op de rechte lijn. Maar uiteraard kan je ook in galop eerst op de grote volte schakelen als dat makkelijker is. Ik schakel eerst één keer per zijde en daarna twee keer. Ook in galop vang ik op, test ik of mijn hand weg kan en rijd daarna weer door. Ik houd steeds mijn been zoveel mogelijk weg. Soms is het wel nodig om badje even te activeren in de verzameling. Dat doe ik nu. Als je merkt dat je daar weinig reactie op krijgt of dat je paard de volgende pas alweer stilvalt, dan kan je eerst een keer kort gas geven en snel weer opvangen. Als dat niet werkt, kan je even korte, snelle stukken na elkaar schakelen. Dat toon ik hier nu. Dat is ook een goede oefening voor als je het schakelen goed onder de knie hebt. Maar dan moet je ook echt je hand even kunnen ontspannen voor je doorrijdt. Dat is in het eerste geval minder belangrijk. Dan ga ik weer schakelen tussen twee oefeningen. Dat kan elke oefening zijn die je maar kan bedenken. Ik vang hier op, maar je kan uiteraard ook verruimen. Ik zet in dit filmpje opnieuw mijn handen overdreven naar voren om te tonen dat ik niet vasthoud. Gewoon je hand en arm ontspannen is voldoende. Maar tussendoor eens überstruichen is een goede extra test. Na schakelen tussen twee oefeningen ga ik in een oefening schakelen. Dat kan in een kleine volte, in contragalop enzovoort. Ik toon het hier in een appuiement. Ook hier wil ik testen of ik controle heb over het tempo. In het eerste appuiement vang ik hem op en test ik of ik kan ontspannen zonder dat badje al doorloopt en dan rijd ik weer naar mijn basistempo. In het tweede appuiement vraag ik badje een stukje te verruimen en dan weer meer te verzamelen. Opnieuw houd ik mijn been zoveel mogelijk weg. Nu toon ik het verruimen door de wending. Badje moet door de wending blijven verruimen en mag pas verzamelen wanneer ik dat vraag. Let erop dat je paard zijn hals niet laat zakken als je opvangt, want dat betekent dat hij niet meer voldoende voorwaartse drang heeft en zelf niet goed aan de gang wil blijven. Als je dat voelt, rijd je meteen even een stukje meer door. Dan vang je weer op. Als hij dan boven blijft, prima. Anders herhaal je dat stukje tot hij wel boven blijft bij het opvangen. Nu ga ik weer verruimen in twee stukken. Elke keer als je verzamelt, moet je erop letten dat je paard niet naar beneden neigt van voor. Blijf ook testen of je je hand kan ontspannen als je opgevangen hebt. Ook al rijd je na een verruiming niet meteen weer door. Nu herhaal ik alle voorgaande oefeningen op de andere kant. Alle tips en tricks blijven ook hier gelden. Je kan op de grote volte beginnen met schakelen, dan één keer per zijde, vervolgens twee keer en daarna sneller en korter na elkaar, ook in de wendingen. Nog iets nuttig om te vermelden is dat je best begint met schakelen op de makkelijke kant voor jou en je paard. Verder rijd ik elke oefening meerdere keren in een training, maar voor de lengte van de filmpjes toon ik alles slechts één of twee keer. Ik start pas met elke moeilijkere oefening als de vorige goed lukt. Omdat Badje al wat verder in zijn opleiding staat, zijn er wel een aantal oefeningen die ik in mijn eigenlijke training nog weinig doe. Dat kan voor jullie ook het geval zijn, maar als je begint met schakelen is het heel belangrijk geen stappen over te slaan en elk stapje goed te bevestigen voor je naar het volgende gaat. Nu schakel ik weer tussen twee oefeningen. Opnieuw kan je ook verruimen in plaats van verzamelen. Blijf aandachtig voor de hulpen die je geeft en let erop dat je op elke hulp een reactie krijgt. Alleen door daarop te focussen en je paard te corrigeren waar nodig, krijg je je paard fijn en goed aan je hulpen. Nog veel belangrijker dan corrigeren is belonen. Doe dat het liefste met je stem, zodat je je stabiele contact behoudt. Gewoon braaf zeggen is prima. Je beloont elke keer als je paard iets goed doet. Nu ga ik weer een keer verzamelen in een appuiement. Als ik kan ontspannen en badje wacht, dan rijd ik weer door. Vervolgens ga ik weer eens meer gas geven in een appuiement. Hij moet dus verruimen, maar evengoed daarna weer verzamelen in de oefening. Dan kom ik toe aan de laatste twee oefeningen op deze kant. Als eerste verruimen door de wending, waarbij badje pas mag terugkomen als ik hem dat vraag. Ten slotte toon ik nog verruimen in twee stukken. Badje moet goed terugkomen halverwege, maar moet het tweede stuk ook weer goed verruimen. En dan op het einde van de zijde weer mooi verzamelen.